toen ik 15 was, toen zijn allebei mijn ouders overleden. Vanaf dat moment ben ik heel veel in mijn eentje over de hei gaan wandelen en door de bossen. En daar heb ik heel veel steun ondervonden aan van die natuur. Daar heb ik zoveel kracht uit kunnen putten om dat enorme verlies van mijn ouders dat toch goed te verwerken. En ik denk dat ik daardoor daarmee om kan gaan door die bomen, dankzij die bomen. Als ik bij zo'n boom in de buurt ben, dan het is zo'n energiestroom. En ik voel die kracht van zo'n boom als ik daarbij daar tegenaan zit. En zo'n boom, die accepteert gewoon het proces dat hij constant elk jaar weer zijn bladeren en al zijn nieuwe takken weer doodgaan in de herfst. En dan in de lente komt alles weer opnieuw. En dat de hele tijd dat loslaten van dat net nieuwe wat net weer aangegroeid is en er zo mooi uitziet en dat toch weer loslaten. Die energie die dat hij dat zo kan accepteren. Dat voel ik dan. Dat geeft mij dan ook weer steun. En dat probeer ik dan ook als ik bij zo'n boom ben. Om dat in te voelen. En voor mij, zo'n boom, dat is zo'n machtig iets. Daar kan ik zoveel kracht uitputten. Die staat daar gewoon en die blijft gewoon daar zo lang staan. Terwijl bij mensen moet alles veranderen. En dan moet je meteen weer dingen, wordt geprobeerd om goed te laten voelen. Terwijl het is toch altijd wel lijden en er zijn zoveel dingen kut in het leven. Ergens boos over worden, dan is de invloeden die door de instanties op worden gelegd, dat ze in één keer een enorm hek midden in zo'n bos gaan zetten. De hele natuur wordt daar zo lelijk van en het evenwicht wat daar heerst, om daar een hek midden doorheen te plaatsen, het maakt het zo lelijk. Ik snap gewoon niet waarom ze dat doen. Ik kan me zo boos over maken. Het is absurd gewoon. Zo'n boom ben en als ik die aanraak, dan ik ga er tegenaan zitten en ik probeer te voelen wat voor energiestroom er door zo'n boom heen gaat. En zo'n boom is zo'n enorm organisme en hoe dat geregeld wordt en hoe die energie daar doorheen gaat. Ik probeer daarin mee te gaan en dat te voelen en dat ook op mijzelf door mezelf heen te voelen. Dus er lopen een soort banen, sommige mensen noemen dat meridianen. Sommige mensen, je hebt er allerlei namen voor. Maar dat is gewoon een soort, een proces wat daar plaatsvindt. En het is eigenlijk zo machtig dat zo'n groot organisme als een boom, dat helemaal in stand blijft. Vanuit die wortels wordt die energie uit de grond, het water en de voedingsstoffen omhoog gezogen in die takken. En dat helemaal in stand blijft en gewoon door blijft gaan, zo'n proces. Dat je dat al kunt voelen, dat er doorheen gaat. En er is niet echt één regelende instantie, maar het is gewoon één geheel. En dan, als ik bij zo'n boom ben, dan probeer ik één te worden met dat proces en daarin op te gaan. En zelf ook die energie te voelen.